Ik ben op dit pleintje begonnen hier in Rotterdam op jonge leeftijd. Speelde ik hier altijd met de buurtjongens. Elke dag, maakt niet uit wat voor weer het was. Het sneeuwde, het regende, ik was er altijd. De passie van basketballen zit merendeels in de bal. Je bent eigenlijk één met die bal. Het gestuiten, dat doet wat met je handen. Die tintelingen krijg jij dan door het lichaam als jij die bal vastpakt. Dat ik het zo ver heb geschopt als snotneusje van de straat. Dat ik in de NBA heb mogen spelen en dat ik kampioen ben geworden in de NBA. Omdat er hier veel evenementen worden georganiseerd, EK, WK's. Het is goed voor de economie. Het is goed voor het voortstad Rotterdam.